Wat een special effects. Briljant. Ja, echt een wereldtruc. En zo goed getimed ook, hè? Het was geen truc. Hoe heb je het gedaan? Ik heb helemaal niks gedaan. Cas en Kevin doen niet zo lullig. Ik voelde dat er iets was en nu hebben jullie het zelf kunnen zien. Iets buiten de cirkel. Welke cirkel? Ik zie geen cirkel, hoor. Zie jij een cirkel? Ik denk dat je toch nog even moet wachten, Kev. Omdat er een glas valt. Dat is een onzin, zeg. Wacht nou gewoon even. Ik wil nu weg. Nu. Wat is er mis met die cirkel? Die cirkel moet officieel geopend worden, anders gaan we tegen de kosmische energie in. Ik kan niet geloven dat ik hier echt op moet wachten. De cirkel is open, maar ongebroken. Oh, nou, dat scheelt weer. Kunnen we gaan? Ja. Kan ik ook weg? Iedereen mag weg. Ja. Ik kan me toch wel vertellen hoe je dit gedaan hebt? Geesten kunnen zich manifesteren als elektromagnetische velden. Waarschijnlijk heeft de computer daarop gereageerd. Oh. Nou, waarom sturen ze dan niet even een sms'je? Hallo, heeft iemand mij gehoord? Ik wil nu weg, ja! Ik wil nu weg! Sterre, je zou die kop op je computer best zelf getekend kunnen hebben, weet je dat? Past helemaal bij de rest van je werk. Hoe heb je die tafel laten trillen? Ik wil dat je nu weggaat. Ja, goed idee. Kom, jongens. Blijf je wel in je cirkeltje? Wegwezen, nu! Sorry, dat was echt niet zo bedoeld. Kevin en Cas kunnen zulke eikels zijn, het spijt me echt ontzettend. Geloof je me nou? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet, sorry. We hebben het er nog over, oké? Wat is er in hemelsnaam nodig om jullie te overtuigen? Dat begin ik me echt af te vragen. Een geest in een fles? Of videobeelden natuurlijk. Ik kon niet goed van jullie. Nou, laten we nou geen ruzie maken, oké? Ander onderwerp. Dit is toch alleen maar eng. Nee, serieus. Gesproken op video en ik geloof erin. Oh ja, en ik hoor jou roepen. Huh, maar die beelden zijn ook bewerkt. Nee. Niet als we ze zelf maken. Je hebt een idee. Webcams. Jongens, we gaan toch niet echt door met die spookelende? We hoeven er alleen maar een paar op te hangen in het huis. Simpel. Ja, dat is een goed plan. Sorry hoor, maar luistert er nog iemand naar me sinds de afgelopen 24 uur? Het komt omdat je een geest bent geworden. Wow. Leuk. Je ziet wel een beetje bleekjes, mij. Serieus? Cas, webcams, goed plan? Ja, alles om sterren tot masker vind ik een goed plan. Oh mijn god, ik zie echt bleek. Oh, stress is ook zo slecht voor je huid. Hé, als jullie dan maar wel ook accepteren als het echt blijkt te zijn, hè? Waarom nou al die moeite? We mogen toch niks op de site zetten. Wel als we kunnen bewijzen dat het gespookt nep is. Dan kunnen mevrouw Heuken mij juist helpen om het huis te verkopen. Hé, ik moet om 12 uur iemand rondleiden die het huis komt bezichtigen. Lukt het om voor die tijd die dingen te plaatsen? Bij de vorige rondleiding werd er namelijk gespookt. Dus. 12 uur, no problemo. Oké, nou, let's do it. Leuk. Ik dacht dat we een democratisch besluit namen. Doen we ook. Je bent in de minderheid. Lopen. In deze gang? Ja. Plant? Daar zit echt niemand. Tape. Waar komen jullie hier vast? Wat doe jij hier? Waar zijn jullie mee bezig? We trekken even een kabeltje. Ja, dat zie ik. Waarvoor? Internet. Daniels internet ligt eruit. De aansluiting op zijn kamer is kapot. Waarschijnlijk ergens een breuk in de lijn. In de muur. Ja, daar konden we niet bij, dus ik trek even een kabeltje van een ander punt, zeg maar. Met z'n drieën? Ja, we wilden het mooi doen. Daniel heeft namelijk straks een rondleiding. En met zo'n kabel door het halve huis heen, dat ziet er niet uit. Dat zou een koper kunnen afschrikken. Ja, natuurlijk.
Het loopt niet zo hard, hè? Qua verkoop. Nee. Ach, kun je ook lekker langer blijven zitten. Hè? Lekker toch? Probeer je wat te zeggen, of niet? Nee. Nee? Stuur je anders een geest op me af. Kas. Veel succes met je rondleiding. Is het gelukt? Bijna op de sterren, maar verder ging alles goed. Even kijken of we beeld hebben. Top, Kev. Boots. En daar hebben we de hal. Nou, wat wilt u deze? Nou, eerst maar eens gewoon de benedenverdieping, lijkt me. Oké, okay, woonkamer is deze kant. Ziet eruit alsof hij geld heeft. Daniel ging proberen het huis voor een megaopdracht aan iemand te verkopen. Voor mevrouw Heukenmeij. Nou, hopelijk gebeuren er nu geen bizarre dingen. Hm? Ja, het is echt een schitterend huis, hè? Al die authentieke details. Je voelt de historie, zeg maar. Ja, inderdaad. Dit is heel slecht onderhouden. Ach, dan moet je gewoon erheen kijken. Het is echt heerlijk wonen hier, hoor. Wonen? Nee, hoor. Ik zie dit louter als investering. Ik heb al meer van dit soort panden. Onroerend goed, hè? Is het enige wat vandaag de dag nog enig rendement oplevert. Bij de beurs moet je niet wezen. Nee, zeker niet. En, tja, dat huis, joh, dat heeft zoveel mogelijkheden qua rendement. Hè? Zeg, is hier nou nog iemand? Ja, Sterren. Die woont hier ook. Nou, er is toch niemand met een vast huurcontract, hoop ik. Nee. Zeg, zijn er nou al veel mensen komen kijken? We zijn de derde vandaag, dus we moeten snel bij zijn, hè? Oh? En dat ondanks de spoken? Spoken? Ah, jij, maar niet van de domme jongen. Ik verdiep mij altijd heel goed in de panden die ik op het oog heb. Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk wel verhalen, maar geloof het er niet in. Nee, natuurlijk niet. Maar ik hoop natuurlijk wel dat anderen erin geloven. Hoe minder kopers op de kust, hoe lager de prijs, niet? Het is al een heel luidruchtig meisje. Ja. Flauwe grap. Ja, een behoorlijk flauwe grap, ja. Nou, gelukkig gelooft u niet in die spookverhalen. Nee, gelukkig niet. Hé, er gebeurt iets. Schrikkelijk huis. Meneer, wat is er aan de hand? Wat is daar gebeurd?